Ja, een hele goede middag. Mijn naam is Karen van der Werf. Ik ben Roderick Stamel. Ja, en het is vandaag 23 september 2018. Ja, voordat ik weer een andere jaartal vertel. Ja. Wij wensen jullie alvast heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Het is vlog 291 alweer, jongens. Het gaat hard. We gaan alweer naar de 300 toe. Ja. Doe alvast een blauw duimpje mee. Yeah. Ja. Ik had gezegd dat wij gisteren iets hadden gekregen via de post. Laat ik het ook even gelijk zien. En ik pak even gelijk een doos. Een doos. Erg handig. Ik heb hier een hele grote doos. Daar kan weer een hoop in. Sowieso. Oh, dat is dikke mooi. Zo. Hier kan weer een hoop in. Yeah, ik ben blij. Kijk, schat. Heb je hier een hele grote doos? Oh, ja. Oh. Ja. Zo. Dat gaat even daar naartoe. Ik had dus gisteren het een en ander gekregen. Ja. En dat is wel leuk. Ik ga nou eventjes eer tegenlicht filmen. Nee, dat schiet niet op. Nee, ik heb dus gisteren het een en ander gekregen. Die wil ik jullie nou laten zien. Erg handig. Oeh, wat is dit? Wat zou dit nou wezen? Ja. Het zijn, even kijken hoeveel zijn het er dan. Nou, 1, 2, 3. Even kijken hoor. 1, kijk, een hele hoop, een hele berg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dingen wat hier dus ook hangen. Ja, dit is weer leuk voor de bruiloft. Ja, verder zit hier dus niks in. Nee. Dus. Ik ga weer even zo meteen een doosje herinpakken. Daar mag Ro mij voor filmen. Dat is grappig. Anders, ja, ik kan het ook zelf wel. Maar ik weet dan even niet hoe ik jullie neer moet zetten. Ook zoiets. Ik kan het zelf wel, maar... Het is wel even fijn als iemand mij gewoon even helpt met filmen. Schat, ja. Kun je even zo verfilmen? Ja. Vast wel, zegt hij ook nog. Ja, dan kan ik eventjes namelijk alles herindelen. Oeh, ja. Yeah. Zet dat maar eerst eventjes daar bij het bureau neer. Lof doorlopen. Het is heet. Lof, lopen. Wat is je dan? Kom eens hier. Ja, knuffelkont ook. Ja, ik krijg nooit aandacht. Nee, dat dacht ik al. Hé, hey, kijk eens hier. Ja. Ja. We dachten, we laten jullie even een hoop zien. Wat we dus hebben gehaald. In die doos. Ja. Wil de camera niet meewerken? Ja. We dachten dus, en dat hij filmde, hij liet ook wel wat zien en dat hij filmde. Maar in één keer stopte hij er op een of andere manier mee. Heel vreemd. Dus die beelden zijn helaas verloren gegaan. Dus die pakken we zo meteen wel weer op. Maar nu ben ik nog even met wat anders dingen bezig. De laatste puntjes op de i aan het zetten. Ja. Voor de bruiloft. Nou, begrijpen jullie het nou of ik niet? Ik doe niks. Ik weet niet hè, waar die last van heeft hoor, maar... Oh ja. Van mij nog wel. Ja, en bedankt hè. Wat?
Ja, ik weet in dat ik er soms en soms al een zaakwijf ben, maar ja. En dan kun je wel vragen aan de heer J-A-A-N. J-A-N. H-O-K-K-E. Ja. Met zo'n oranje rare auto. Een plusauto. Ja, een plusautootje. Vraag het daar maar aan. Ik ben toch altijd aan het zeuren, zanneke zeiken. Dus ja. Altijd, dat is mooi. Bijna wel. Huh? Maar ben ik altijd aan het zeiken tegen jou? Nee, toch? Of wel? Eigenlijk altijd. Mooi zo, hou zo. Dat scheelt. Hou zo. Dus op het moment dat je niet aan het zeiken bent, denk ik van, er is iets meer. Ja, daarom. Deze was ook wel klaar, dat is mooi. Zitten er wel dingen bij? Wat? De dingen? Allemaal bij. Okay, dat is goed. Dan is het goed, en zegt hij ook nog. We zijn dus namelijk druk bezig met... Knippen en plakken. Knippen en plakken, ja. Niet met sleuren en pleuren. Nee? Nee. Jammer nou. Vindt het best. Ro, die vindt iets niet eerlijk, wat ik aan het doen ben op dit moment. Nee. Waarom niet? Alles moet individueel, één voor één uitgeknipt worden. Wel nee. Dat is wat jij zei. Wel nee. En dan ga jij het toch stiekem allemaal tegelijkertijd uitknippen. Ja, dat is leuk. Ja, nou, dat is nou klaar natuurlijk. Ja, tuurlijk. En dan kan ik jou misschien nog helpen met plakken. Ja, ja. Plak gewoon al die dingetjes in dezelfde kaart. Dat is snel klaar. Hè? Huh? Plak wel al die dingen in dezelfde kaart. Dat is snel klaar. Ja, daarom. Jij wilt toch altijd alles symmetrisch recht hebben en vierkant? Symmetrisch, ja. Ja, nou dat bedoel ik. Gamma. Gamma? Wat heeft gamma dan weer te maken? Helemaal niks. Dat is mooi. Net als jij. Ben ik mooi mensen? Nee. Ik ben lelijk. Ik ben zo lelijk als een nacht. Nee, ik was een mooie nacht. Hoe weten hun dat nou? Dat is het donker, dat kan je toch niet zien. Nee, daarom. Precies. Als je zo lelijk bent als de nacht, en het is een mooie nacht, hoe lelijk ben je dan? Ik zou het niet weten. Moet je vragen aan Jan hoe lelijk ik ben en of ik nou wel lieg of bedrieg of eerlijk ben? Als je nou de bedriegers beliegt, wat dan? Dan moet je eventjes een oproep doen. Ja. Degenen die bedrogen willen worden, kunnen liegen tegen de bedrieger, maar worden dan niet meer bedrogen. Dus dat scheelt weer. Ja, ook dat. Die is ook weer klaar, maar dat kun je niet doen. Was er ooit eens een man, die was ter dood veroordeeld. Ah, boom. Ja, die was ter dood veroordeeld. Maar, dan komt er maar. Hij mocht nog kiezen wat zijn ter dood veroordeeld. Dus de executiemethode mocht hij kiezen. Door of... Plak je even door, vriend. Of de waarheid te spreken. Aanstaande. Of te liegen. Indien het een leugen was, zou die worden opgehangen. Dat was niet heel prettig. En als hij de waarheid sprak, zou die worden doodgeschoten. Met een kogel. Relatief snel. Boef. Pijnloos. Dus, toen zei hij, men zal mij ophangen. Nou, als dat waar is, dan zou die worden doodgeschoten. Maar dan zou het een leugen zijn, dus dan zou die worden opgehangen. En dat is weer waar. Dus uiteindelijk was er een soort van eeuwigdurende discussie. Of hoe maar wat. Dus heeft hij levenslang gekregen in ruil voor zijn halve waarheid. Maar ja, dilemma's. Ik lieg, nou ik niet. En maar de vloggers liegen, hè? Allemaal. Allemaal. Dus ik ook, inclusief. Bij deze. Ja, iedereen. Ik lieg jullie alles voor, dus als jullie mij niet geloven, is dat een leugen. Ook dat. Maar geloof je me wel, dan is het weer niet de waarheid. Dus ergens klopt er iets niet. Nee, daarom. Ook leuk, toch? Ja. De koning van Kreta zei ooit eens, alle Kretensers zijn leugenaars. En hij spoort niet hoor, naast mij. Nee. Dus ja, wat is dan nou, de koning van Kreta? Dat is ook een Kretenser natuurlijk, uiteraard. Ja. Dus als hij de waarheid spreekt, dat alle Kretensers leugenaars zijn, dan liegt hij zelf ook. Ja, dus. Snappen jullie het nog? Ik niet meer hoor. Nee. Dus hoe zit dat dan? Uh-huh. Dilemma. Yep. Dan
Dit nog een beetje plakken, dat nog een beetje plakken. Een beetje zus, zo plakken. Zo ja, daarom, plakken. Precies. Lekker luisteren naar mij. Ja. Altijd zeuren, zo moe van af en toe. Jij ook al, dat is mooi. Dan blijf je plakken, is het ook weer niet goed. Kijk eens. Wat is dat? Nootjes. Dat is ook zoiets negatiefs, hè? Nootjes. Als je het nou yesjes zou noemen, dan moet je positief zijn. Maar wil je nog nootjes? Nou, wat zeg je dan? No, nee. Nee, ik wil nootjes. Ja. Nou, wie snapt het nog? Dat is wel lekker. Deze wel. Even van die Jumbo. Oh, en wil je iemand anders ook? Oh, ook mensen kun je niet nootjes, jij hebt. Ja. Meer kaart gaan. Mooi. Nog een paar gaan daar. Even pauze houden. Uurtje. Nee. Doe naar GTS kijken. Doe naar GTS kijken. Nee. Natuurlijk kan het wel. Nee. Je hebt nog dingen opgenomen, of niet? Hè? Die weggegooid, die opgenomen dingen. Ja. Dat is jammer, dat kunnen we niet kijken. Nee, jongen. Je hebt helemaal aan jezelf te danken dat we geen RGTS kunnen kijken in het weekend, ja? Ja, nou hè. Ja. Ja, en? Ik heb het niet goed, maar... Wat is er dan? Nou, zit er. Ja, pak dan. Dank je. En de witte vind ik lekker. Dan ga je witte. Nee. Niet waar. Wat vind je witte? Vreten, kreng. Vreten, zul je. Discriminatie. Vreten. Nee, maar gele, bruine en witte. En geen rode erbij. Vreten. Ja. De bruine vind ik niet lekker. Wel waar. Nee, ze zijn niet lekker. De andere. Nee. Ja, goed zo. Kijk. Je kan hier draaien, onderin. Kan dat? Ja? Kan dat. Kijk maar. Er komt er veel te veel uit. Er komt er veel te veel uit. Thank you.
handen willen werken. Als ik jong was geweest, had ik dat zelfs gewoon bestond. Dat bestond niet. En die leraar, ja, om te zoenen, zo aardig. Die heeft dan weer een hele leuke jonge jongen gevonden. Vonden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want als je dat hebt gedaan, dan kun je ook het belletje aandoen. En laat even een leuke reactie achter hoe je het vond. En dan check ik jullie morgen weer. Later.